De IT- en OT-sectoren komen steeds dichter bij elkaar. Maar hoe gaat een bedrijf in OT hiermee te werk? Hiervoor gaan we langs bij een specialist die ons hier meer over kan vertellen. Het IT en OT samenbrengen, dus alle data met het echte wereld, is natuurlijk heel interessant om die samen te hebben. En dan noemen we het eigenlijk Industrie 4.0, om die twee IT, virtuele en het echte wereld, samen te brengen in een Industrie 4.0 systeem. Dus Segelec is een merk van Vinci Energie en we hebben 5 locaties in België en 1 in Nederland om zo dicht mogelijk bij onze klanten te zijn. We zijn in zeer veel verschillende sectoren, vooral in elektriciteit tot brandveiligheidssystemen. Samen met onze klanten eigenlijk gaan we proberen zoveel mogelijk het systeem te optimaliseren. Hun systeem te optimaliseren in processen dat ze hebben. Om niet alleen de processen te optimaliseren, maar ook de energieverbruik, de onderhoudskosten en de betrouwbaarheidskosten zo laag mogelijk te houden. We helpen onze klanten hun specificaties te doen van hun processen. Met die functionele specificaties zullen we een detailed design doen. Deze detailed design zullen we dan gaan implementeren, gaan configureren samen met onze developers, zowel IT als OT developers, die samenwerken, om dan testen te gaan doen, om te zien als het systeem als behoren werkt, om een kwalitatief systeem te leveren aan onze klanten. Dus voor al deze verschillende projecten te kunnen doen, moeten we natuurlijk verschillende technologieën gebruiken. Voor het OT gedeelte zullen we meer klassieke PLC's en supervisies gebruiken. En voor het meer IT-gedeelte gebruiken we AI-gebaseerde technologieën, waar dat we dan natuurlijk een cloud service voor nodig hebben om meer flexibiliteit te hebben